En dan gaan we weer door met volle bak filmnieuws. Want we bespreken deze week twee films met onze filmkenner Luut Smits. Luut, fijn dat je er weer bent. Ja. Vertel, de eerste, The Croods. The Croods is een nieuwe animatiefilm uit de DreamWorks studio. In de marketing zeggen ze, sfeer als eerste moderne prehistorische familie. Oh. Nou, had ik daar wel wat twijfels bij. Dan denk ik aan de Flintstones. Precies, ja. Dat dacht ik ook. Maar die zijn ze dus vergeten, want waarschijnlijk dat de kinderen van tegenwoordig de Flintstones niet meer kennen. Nee. Maar goed, dit gaat dus over een andere prehistorische familie, de Croods. Uh-huh. Die gedwongen worden op een dag om hun grot te verlaten. En vooral de vader is daar niet zo blij mee. Oh. En dan gaat het een dus... Een triest verhaal. Je kijkt op met grote ogen. Zullen we even kijken? Ja. My name's Eep, and this is my family, the Croods. Get to the cave! You really need to see this. Whoa. We should go there. No. Whoa! Go, go! Everything we're standing on right here will be gone. I'm calling it the end. Dun, dun, dun. Het ziet er hartstikke leuk uit, Luut, hè? Het is wel weer een animatiefilm natuurlijk. Ooit kan ik er wel meer van genieten dan een echte film. Spannend ziet het er ook nog wel uit. Voor wie is dit? Dit is, nou ja, eigenlijk voor iedereen. Ja? Van 8 tot 80, zeggen ze dan. Dat jongeren niet, hè? Nee, kijk, de tijd dat animatiefilms alleen maar voor kinderen waren, die ligt al ver achter ons. Want tegenwoordig zie je aan de bioscoopkassen net zoveel volwassenen die ernaar gaan kijken als kinderen. En deze film is zo mooi, zo kleurrijk. Ja, de 3D is sprankelend, komt echt op je af. En ja, ze hebben een hele fantasiewereld gecreëerd. Ze hebben bewust, bijvoorbeeld, want het speelt in de prehistorie, maar bewust geen dinosaurussen gepakt. Want ze dachten van, nou, die heeft iedereen nou wel gezien in de films. Ja, hebben we wel gehad. Ze hebben zelf fantasiewezens verzonnen. En ja, dat is echt prachtig. En de humor in deze film is ook heel herkenbaar. Want ja, bij de Flintstones was het natuurlijk al zo dat we heel veel dingen uit onze tijd herkenden in die serie. Dat is in deze film ook zo gedaan. Een vader die koste wat kost zijn gezin wil beschermen en ze eigenlijk het liefst in de grot wil houden. Hè, die regeert door angst. Uh-huh. Maar ja, hij heeft onder andere een opstandige tienerdochter die daar buiten wil. Hè. Die wil de wereld in. Uiteindelijk moeten ze, omdat de grot gaat instorten, naar buiten. En beleven ze allerlei avonturen. Meer zal ik niet verklappen. Oké, jouw cijfer? 9. Oké, we hadden twee films vandaag. G.I. Joe. Ik speelde vroeger altijd met die kleine poppetjes met mijn broer. Ah, daar is het dus op gebaseerd, hè, op de action figures, hè, van G.I. Joe, zoals je die vroeger had. Dit is de tweede film. De vorige film is ongeveer 2 jaar geleden. Het was erg succesvol wereldwijd, dus er moest een vervolg komen. Opnieuw met Channing Tatum in de hoofdrol. En dat is op zich wel een verrassing. Die zou eigenlijk maar een kleine bijrol spelen in deze film. De film zou ook al 9 maanden geleden uitkomen. Oh. Maar ja, toen werd hij in één keer zo populair door 21 Jump Street en Magic Mike, onder andere. Ja, toen dacht je van, Magic Mike. We hebben Channing Tatum. Ja, die heb je dan gezien. Natuurlijk heb ik die gezien. Hij gaat niet bloot in deze film, maar hij zit er dus wel langer in dan eigenlijk de bedoeling was. Ze hebben nieuwe opnames gemaakt en die kunnen we nu zien. Ja. You're insane. My fellow world leaders, you're looking at an advanced weapons system capable of destroying each of your countries 14 times over. 15 in the case of North Korea. To assume that there's no one we can trust. There is one man, General. Call me Joe. So. De special effect trucdoos is opengetrokken. Ja, in de vorige film ging Parijs plat, nu gaat Londen helemaal plat. En je hebt deze film twee nieuwe gezichten. Oude bekende eigenlijk, hè? Bruce Willis en The Rock. Ja, het verhaal kunnen we altijd gegarandeerd goed, toch? Het verhaal kunnen we eigenlijk kort over zijn. Het is gewoon non-stop spectaculaire actie. Met een cijfer? Een 8. Ook. Nou, helemaal goed. Ja. Alles positief vandaag. En deze week is allebei met 3D-bril, hè? Dus die moeten de mensen... Oh, dat is leuk, natuurlijk. Ja, dat is altijd een extra dimensie. Dankjewel weer, Luut. Okay.